Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 24 januari. Het is een bijzondere weerdag vandaag, want het is erg zacht. De temperatuur is flink opgelopen en diverse dagrecords zijn er ook vandaag gesneuveld. Er is wel veel bewolking en het waait ook stevig. En die bewolking is goed te zien op de satellietfoto. Wat ook duidelijk te zien is, is het koufront dat nu nog boven Groot-Brittannië ligt om 10 uur ochtends, maar geleidelijk aan onze kant op komt. En dat gaat vanavond van west naar oost over het land trekken. En dat betekent dat het dan eventjes stevig gaat regenen. Hier zien we dat front passeren. Daarachter komen we in iets koudere lucht, maar het is ook morgen nog steeds erg zacht voor deze tijd van het jaar, met maxima rond de 9 graden. Normaal voor deze tijd is het een graad of 5. Nou, daar is vandaag dus geen sprake van. Ik zei het al, een hoop records zijn verbroken, dagrecords zijn er verbroken. Nog nooit is het zo zacht geweest op 24 januari in de beeld, maar ook op andere plaatsen sinds de metingen. En die lopen sinds 1901. In het zuiden van het land werd het zo'n 14 graden. En ook in de beeld werd het uiteindelijk 14 graden, ruim 14 graden zelfs. Nou, wat krijgen we voor weer vanavond? Het koufront dus, dat gaat passeren. En dat zorgt eventjes kortstondig voor flink wat regen. Maar buiten het koufront om regent het ook. Wat de wind betreft, die is al stevig. Momenteel een stormachtige wind langs de kust met windstoten tussen de 80 en de 100 km per uur. En op het koufront zelf dat vanavond passeert, moeten we ook rekening houden in het binnenland met windstoten rond de 80 km per uur. Maar achter het koufront wordt het wel beduidend rustiger. Vanavond is het nog vrij zacht, zo'n 9 tot 12 graden. En dan vannacht, ja, dan trekt de regen naar het oosten weg. En dan wordt het op de meeste plaatsen in de loop van de nacht wel droog. Alleen in het zuidoosten kan het toch nog wel eventjes blijven regenen. Ook morgenochtend. De minima die liggen tussen de 6 en de 8 graden. En wat de wind betreft, die zwakt af. Die wordt matig tot vrij krachtig. Ja, en dan morgen, dan is er nog steeds vrij veel bewolking. En vanuit het zuiden. Komt er weer een neerslaggebied dichterbij? Dat neerslaggebied dat zorgt dan met name ook voor regen in de zuidelijke provincies in de loop van de dag. Het wordt morgen zo'n 9 graden en er staat een matige zuidwestenwind. En de zon, nou, de meeste kans op zon, maakt het noordwesten van het land. En dan de dagen erna. Vrijdag, zaterdag en zondag overwegend droog weer. Vrijdag kan er wel aan zee nog een enkele bui vallen. Temperatuur ligt zo rond de 7 à 8 graden en dat geldt ook voor de zaterdag. Zondag wordt het wat zachter, maar dan gaat het met name aan zee ook weer stevig waaien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.